Dus ik heb het een serie genoemd, Laat je horen. Jouw leven, jouw verhaal. Je hebt een verhaal. Zeker als christen, eventjes voor degene die een levende relatie met God hebben. Je hebt iets heel belangrijks te vertellen aan de wereld rondom. Iets heel belangrijks. Je hebt een antwoord. Je hebt een richting. Je hebt een hoop. Je hebt verwachting. In een van de Bijbelvertalingen, 1 Petrus 3, we gaan zo lezen. Een van de Bijbelvertalingen daar zegt dat je verantwoording aflegt aan mensen. Dat je mensen vertelt waarom je zo'n hoop hebt. Waarom je zo'n verwachting hebt. Jouw stem is belangrijk. Ik geloof dat er zijn mensen die wachten op jouw antwoord. Er zijn mensen die wachten op jouw liefde. Die wachten op waarom. Waarom in deze wereld die zo schudt en wankelt. Waarom is er zo'n hoop in jou? Hoe kom je daaraan? Er zullen collega's naar je toe komen. Mensen misschien op de sportvereniging, in je straat, op je werk, op school, in de universiteit. Waarom? Kan je daar eens meer over vertellen? Je hebt een boodschap. Je hebt iets te vertellen. En weet je, er zijn krachten gedachten misschien in ons die proberen jouw stem te verkleinen. Die proberen jouw stem te verstommen. Er zijn krachten die proberen de stem van de kerk te verstommen. Philips, grappig. City Life Church, ja. Er gebeurt van alles op het scherm daar. Ik zag ineens een Philips logo. Oké, dus hoe dan ook. En weet je, er is een stem, er is een invloed die de stem van de kerk steeds kleiner wil maken. Steeds, hou maar voor jezelf. Je gaat je aanmelden bij een organisatie als vrijwilliger. En dan zeggen ze, we zijn dankbaar met je, maar je mag niet over het geloof beginnen. Laat je niet intimideren, kerk. Jij bent jij. Je hebt een verhaal. Je hebt een leven. Je hebt een verhaal. Je hebt Jezus leren kennen. Hij heeft je leven veranderd. Hij verandert je nog steeds. Hij vult je met hoop en geloof en liefde. Geloof, hoop en liefde. De meeste daarvan de liefde. En niemand heeft het recht om jouw stem te verstommen. Als kerk niet en als persoon niet. Ben je met me eens hoe dat steeds kleiner, steeds kleiner. Ik was een tijdje geleden. Was ik boos. In mijn spirit. Dat ben ik nooit, vraag maar aan Mathilde. Maar toen was ik een beetje boos. Op een plek, dat raad je nooit. Ja, tenzij je in de eerste dienst was, maar anders. Ik was een paar weken geleden in Dublin in de Guinness Factory. De brouwerij van Guinness. Guinness bier. En misschien denk je, wat nou dan? Gaat het over bier? Ja, maar dit is laag alcoholgehalte bier. 4,2%. Maar wat heel veel mensen niet weten. Guinness is trouwens niet zwart, maar heel donkerrood ter informatie. Heb ik opgeschreven, Erik? Ja, dat... Dus we liepen daar met de pastor Jamie Cochran, de voorganger van Dublin. Daar, de kerk daar waar we waren. En wat heel veel mensen niet weten, Guinness was een overtuigd christen. Arthur Guinness. Hij was een overtuigd christen. Hij hield van Jezus. Was vol van de Heilige Geest. En hij wilde een verschil maken in het thema van laat je horen. Nou, dat deed hij. Er is een boek geschreven, zo dik over zijn leven. En hij diende de Heer. Hij heeft ziekenhuizen gebouwd. Hij heeft scholen gebouwd. Hij heeft onderwijsprogramma's opgesteld. Er was een tijd van veel armoede daar. Van veel alcoholisme. En hij bad, Heer, kom met mij. Geef een opwekking. En God gaf hem antwoord, praktische antwoorden. Hoe hij een groot verschil kon maken in de maatschappij. Een man vol van liefde voor God en voor mensen. Om mensen te helpen om uit de ellende te komen. Met name de alcohol, het alcoholisme daar in die tijd zo enorm heel veel mensen vasthield. Dus hij ging bidden, Heer, dat we allemaal van de alcohol af mochten. Maar God gaf hem een beeld, een idee. Sommige mensen zeggen het was een droom. Waarin hij een soort recept kreeg. Voor goed, sterk, smakend bier. Dat laag alcoholpercentage. Dat is Guinness. Dat is christelijk bier. Bestaat dat? Hij was een christen en zo is het gekomen. En het heeft enorm, enorm geholpen. Dat die mannen aan een biertje zaten, maar niet meer stomdronken thuis kwamen. Met de honderdduizenden. Dus ik liep met Jamie in het Guinness Factory. Daar is het museum. Het was fantastisch. Leuk. Mooi gedaan. Maar er was geen woord
in dat hele museum niet over dat hij een christen was. Over dat hij een beeld van God had gehad over dat recept. Over dat hij dat deed uit bewogenheid. Niks, helemaal niks, niks. En ik zei tegen Jamie, man, ik had gehoopt dat er toch iets, helemaal niks, heel bewust eruit gelaten. Er is een aanval op de stem van de christenen, op de stem van de kerk, op de, toen al en nu ook. En Jamie zei, Erel, dat is zo erg. Want we lopen de brewery uit, de brouwerij. En hij zegt, al deze huizen hier aan de overkant van de straat waren ziekenhuizen en scholen, allemaal gesticht, allemaal in eigendom van Arthur Guinness. En er is niks meer van over. Je ziet het niet eens. Er is geen bordje, helemaal niks meer. Weggehaald. Er is een boek geschreven, een biografie. Niet auto, biografie. Iemand anders schrijft dan over jou, dat is de biografie. Als je zelf schrijft, is het een autobiografie. Ja, dat. Auto betekent zelf, denk ik. Is dat zo? Ja, hè? Automobiel. Ja, ik kan zelf rijden. Binnenkort komt het uit, zelfsturend, zelf doe je niks meer. Dat is een echte automobiel, als die alles zelf doet. Vind je niet? Nu heet het automobiel, maar je moet nog alles zelf doen. Maar binnenkort... En, hij zei, er is, en dat boek, dat was een hele grote shop, een hele grote winkel. Met van alles over Guinness. Maar niet dat boek. Bewust eruit. Dat maakt me boos. En dan denk ik, maakt het jou ook boos? Die Guinness interesseert je niks natuurlijk. Maar het idee, hè? Ja, je lijkt een beetje op Mathilde wat dat betreft. Guinness interesseert er niks, maar het idee. Er was een man die heette Martin Luther King. Weet je dat hij een voorganger was gewoon? Nou, niet gewoon. Hij was voorganger. Hij hield van Jezus. Hij hield van mensen. En hij zei, ik heb een droom. Hij verhief zijn stem. Hij liet van zich horen. Hij liet van zich horen. En God heeft gezegend en iedereen, de hele wereld hoorde hem. En hij zei het op een mooie, wijze manier. Ik heb een droom. Niet van jullie moeten en wij en de politici. En de. Ik heb een droom dat op een dag... blank en zwart samen optrekken, volkomen gelijk. Mooi hè? Hij gebruikte zijn stem. En dat is zo'n voorbeeld voor jou en mij. Laat je horen. Laat je verhaal horen. Laat je niet intimideren. En ik weet, ik ben er soms ook... Je durft niet echt. En dan hoe moet je dat nou doen? Lees eens met me mee hier in 1 Petrus 3. De heilige Christus in je hart als Heer... altijd bereid tot verantwoording aan wie u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, maar met zachtmoedigheid. Altijd bereid om te vertellen over de hoop die in je is. Deze mensen tegenwoordig, vandaag de dag, deze maatschappij moet ik zeggen, heeft hoop nodig. Hoop en een richting. Hoop en een richting. En als je kan laten zien dat er hoop in je leeft, dan willen mensen weten, waar haal je dat? En dan kan je zeggen, hoop heeft een naam. Het is een persoon. Het is niet een soort chaka positief denken. Het is een persoon die van jou houdt en zijn leven heeft gegeven voor je. Hier staat het in de Grootnieuwsbijbel. Wees steeds bereid iedereen te verantwoorden die rekenschap vraagt van de hoop die in je leeft. Maar doe het zachtmoedig, met respect. Ik hoop zo dat wij als christen, als je hier een CLC is, als je CLC je thuis noemt, dat je op je werk, waar dan ook, in je straat, bekend staat als vriendelijk, zachtmoedig. Als je praat over je geloof, is het uitnodigend. Het is aantrekkelijk. Het is wijs. Ik heb vaak gezegd, ik heb bijna 10 jaar op kantoor gewerkt bij KPN. En dan zei ik het soms een beetje prikkelend. Dan zei ik, weet je, er is een hoop in mij, er is een vreugde in mij. Ik heb naast KPN nog... Een hobby waar ik ook heel veel van hou en mee bezig ben in de avonturen en de weekenden. En dan zei ik wel eens, maar dat wil je waarschijnlijk niet weten, want dat gaat over het geloof. En dan zat je natuurlijk te wachten tot er eentje kwam. Wat bedoel je daar dan mee? Juist. Thank you for asking. God zal je wijsheid geven. Ik, op een gegeven moment zit je in een klein groepje. Jarenlang zaten we min of meer hetzelfde groepje, team, dus 5 mensen... nog een andere christen dan ik en 3 anderen. En dan denk je wel eens, ja, ik heb mijn verhaal wel een beetje gedaan. Ze kennen mijn verhaal straks wel.
En daar zit er geen vaart meer in. Ik kon niks meer kwijt over wat voor mij zo belangrijk was. En dan ging ik bidden, Heer, ik wil mijn getuigenis vertellen. Ik wil vertellen. Ik was zo veranderd door Jezus en zijn liefde. Ik wil iets vertellen. En toen dacht ik, je hebt die uitzendkrachten. En die komen binnen en daar, weet je wel, nieuwe mensen, nieuwe contacten. En dan kon ik bijna altijd iets vertellen over mijn geloof en wat God heeft gedaan in mijn leven. Het heeft me ook een keer mijn baan gekost, wist je dat? Wist je niet, hè? Ik werkte in Woerden, op een tekenkamer. En daar, ik had een soort stage, maar daar kon ik ook blijven. Ze zei, willen jullie wel houden? En toen was het daar in de kantine zaten 8 mensen. En er was 1 andere man, was ook christen, was gelovig. En ik begon iets te vertellen over... Ze hadden het over de eindtijd. De wereld gaat op zijn eind. Dan kan je op een gegeven moment je mond niet meer houden, toch? Hoop ik. Dus ik begon iets te vertellen over mijn geloof. En wat denk je nou? Denk je echt dat Jezus terugkomt? Ik zei, eigenlijk denk ik dat wel, ja. En die andere christen zat tegenover mij. Dus ik zat te vissen. Hey, zullen we samen even praten? Help mij hier een beetje bij. Ik zit te zweten met een hele groep mensen om me heen. Om te vertellen over Jezus en zijn terugkomst. Ze zitten me allemaal aan te kijken van... Dat geloof je toch niet echt? Wie gelooft dat nou nog? En ik dacht, jij tegenover mij. Jij gelooft dat ook. Zeg wat, man. Laat je horen. Hij zei helemaal niks. De Heer zegen hem. Er stond er eentje op tijdens het gesprek. Liep naar de chef tekenkamer. En zei, of hij eruit of ik eruit. We gaan hier niet, ik wil letterlijk... En toen kwam de chef tekenkamer naar mij toe. Hij zei, ik ga niet met zo'n vent die zitten te preken. Dan neem ik mijn ontslag. Hij eruit of ik eruit. De chef tekenkamer vroeg me eind van de middag. Kan je het verhaal nog herinneren, Jozua? Ja, hè? En zei, ik heb een probleem. Je zit nog in je proeftijd. Maar je hebt zitten te preken. Ik kon echt zeggen, ik zei, ze vroegen mij. En ja, dan vertel ik wat ik geloof. Toen zei die chef tekenkamer, wij willen hartsgrondelijk kunnen vloeken zo vaak we willen. Zonder dat iemand daar moeite mee heeft. Pak je spullen en je bent ontslagen. Ik was om 3 uur 's middags thuis. Ik weet nog welke auto ik reed. Een Peugeot 304 Coupé. Dank u wel, alstublieft. Dat is een oldtimer voor de kenners. Ik zei, Mathilde, ik ben mijn baan kwijt. Dat duurde een paar uur. En ik dacht, Heer, u zal iets beters voor me hebben. Ik heb het niet opgezocht. Ze vroegen me. Dus laat je horen. Laat je niet ontmoedigen door dit verhaal. Maar doe het met wijsheid. Doe het met wijsheid. Dan ga ik mijn eigen preek omver gooien. Ja, lekker. Dan zitten we allemaal werkloos te kijken hier volgende week. Oké, ik ga een paar. Weet je, in Lucas nummer 1, niet te klein denken. In Lucas 5, in de Statenvertaling. In vers 4 en verder. De discipelen hadden de hele nacht gevist. En ze hadden niks gevangen, helemaal niks. En dan zegt Jezus, die komt daar en dan zegt hij... Gooi de netten uit, netten meervoud, aan de andere kant. En dan zegt Petrus, geloof ik, omdat u het zegt... dan doen we dat, maar we hebben niks gevangen de hele nacht. Maar omdat u het zegt... Dan gooit hij 1 netje uit. Jezus zei, de netten. Maar 1 netje, weet je wel. Klein denken. Je kent de rest van het verhaal misschien. Ze vangen enorm veel vis. Boten erbij halen om die vis binnen te halen. Ze zinken bijna. De netten scheuren. En ze leren hun les over klein denken. Klein denken zorgt ervoor dat je stem verstomt. Zorg ervoor dat je... Doe maar gewoon. En dat gaat je niet helpen om invloed te hebben. Jij en ik willen zegen zijn. Invloed hebben. Mensen helpen. Uit de duisternis in het licht brengen. En je zegt, ik ben daar geweest, ik snap het, maar ik heb iets ontdekt. Ik heb iets ontdekt. Weet je, de discipelen dachten veel kleiner. Jezus zei in Johannes 10, vers 10, de dief komt om te stelen. Te slachten, te verdelgen. Maar ik ben gekomen dat ze leven hebben en overvloed. Dat is wat we groot denken. Klein denken beperkt je stem. Groot denken geeft je vrijmoedigheid. Dan zeg je, wacht even, God woont in mij. De Heilige Geest woont in mij. In de message, in 2 Korinther 6 staat dat heel mooi. Enter this wide open space. This wide open space is life, moet ik zeggen. The smallness, de kleinheid, komt van binnen. Within you. Wij beperken je niet.
De Heer die roept je voor een groot leven. Open. Waar zegen en invloed en waar mensen worden geholpen. Zo ontzettend mooi. Ken je die van Filippenzen 4 vers 8 vast wel? Ik lees hem nog eventjes. Je hebt hem vast vaker gehoord. Bedenk deze dingen. Bedenk wat waardig is, waar is, wat rechtvaardig is, wat rein is, wat beminnelijk, welluidend, wat deugd, heet, lof verdient. Al die mooie dingen, bedenk dat. Wat u geleerd en overgeleverd is. En dan staat wat je van mij hebt gehoord en gezien. Breng dat in toepassing en de God van vrede zal met je zijn. Deze tekst heb je vast vaker gehoord. Ik ga hem even lezen in de Kleindenkenvertaling. De Kleindenkenvertaling klinkt zo. Wat ook een gerucht is, wat ook gemeen is, wat negatief is, wat rommel is, wat oud zeer omhoog haalt, smeuïge verhalen, wat roddelwaardig is, bedenk die dingen. Klein denken, klein denken. In 2 Koningen 6 vers 17 bad Elisa, en dat is het gebed, hij verhief zijn stem in gebed. Want bidden is ook je stem laten horen, hè? Bidden. Bidden voor mensen waar je mee werkt, bidden voor je connectgroep, bidden voor je team, bidden voor mensen, bidden voor je kinderen, bidden voor je kleinkinderen. Dit zou een heel mooi gebed zijn voor je kinderen en je kleinkinderen. Heer, open zijn ogen. Elia zag de hemelse strijdwagens en de engelen en alles. Elisa zag niks, het was klein om te denken, wat de toestand allemaal hier. En Elia zei, Heer, laat het hem zien. We zijn deel van een koninkrijk, veel hoger. Een onzichtbaar koninkrijk, maar echt en reëel. Laat het hem zien, Heer. En soms moet je het voor jezelf bidden en soms moet je voor andere mensen bidden. Je zit zo te pruttelen in je kleine denken, terwijl er zo'n prachtig koninkrijk van God bezig is baan te breken. Ook in jouw leven en ook in jouw omgeving. In Efeze 1, daar staat het, daar bidt Paulus, Heer, open onze ogen, dat hij u geeft de geest van wijsheid en van openbaring. We hebben net gebeden over de dopelingen, de Heilige Geest, geest van wijsheid. En van openbaring. Om hem recht, om hem echt te kennen zoals die is. Verlicht de ogen van je hart, zodat je weet welke hoop zijn roeping werkt. Ik vond het zo mooi van dominee Bottenblij een paar weken geleden. Dat hij zei, het denken is ons verstand, zodat je weet. Niet alleen voelen, maar weten. Je mag weten. Het is niet zo dat je, als je de kerk binnenloopt, dat je verstand buiten moet laten. Ja. Ja, wetenschap en geloof. Ja, hey, er zijn een heleboel wetenschappers. Ook hier in de kerk zijn wetenschappers die geloven. En er zijn wetenschappers die geloven niet. Maar het is niet waar, geloof het niet, als je denkt dat de wetenschap in strijd zou zijn met het geloof. Het is maar net welke wetenschapper je spreekt. Maar er is een stem in deze wereld. Ja, ja, als je hersens gebruikt, dan geloof je toch niet meer. Oh nee, wil je een lijstje hebben van zeer geleerde mensen die wel te degen heel bewust geloven? Anyways, dus weet je, hier is een gedachte die ik vaak, die op mijn deur klopte vroeger. En als ik niet uitkijk, nog af en toe, ken je nog de gedachtes die niet van de Heer zijn, niet van God zijn. Hier is er eentje. Verwacht maar niet te veel, dan word je ook niet teleurgesteld. Daar ben ik mee opgegroeid. Mijn moeder zei dat heel vaak. Je had niet te veel verwachten, dan stelt het ook niet zo teleur. Maar dat is klein denken. Als ik zo ga denken. Het antwoord is, waar stel ik mijn verwachting op? Op mensen of op Jezus? Op Jezus. Hij zei, ik zal mijn gemeente bouwen. En ik denk wel eens, nou, het kraakt en piept hier en daar. Maar hij bouwt zijn gemeente. En hij zei, ik zal mijn gemeente bouwen. Dus daar stel ik mijn verwachting, daar leg ik mijn hoop op. Ik ga met je snel even in een paar minuten die ik nog heb. Een paar punten, 7 punten. En je connectleider heeft ze ook, als het goed is, in de mail. Dus kan je nog verder over doorpraten als het snel gaat. Het verschil tussen klein denken. Klein denken verstomt de boodschap van jouw leven, begrijp je dat? En groot denken maakt je leven aantrekkelijk. En zegt, wacht even, jouw groot denken is eigenlijk het denken van God in jou. Dat maakt het verschil. We gaan een beetje kijken naar fariseeën. Die hebben dat altijd gedaan, hè? De fariseeën. Overigens, de fariseeën, heel veel daarvan kwamen in Handelingen. Toen de Heilige Geest kwam, kwamen er heel veel fariseeën tot bekering. Maar toen, bij Jezus, nog niet. Fariseeën, Jezus was doelgericht. Het antwoord op klein denken is doelgericht denken. Groot denken, ja, doelgericht. Gericht op Jezus, zijn koninkrijk. De mensen die hij wil helpen door jou heen.
doelgericht. Jezus was op het doelgericht, de fariseeën waren afgeleid door de kleine punten. Jezus had het over, ik ga naar het kruis, ik ga mijn leven afleggen. Mijn bloed wordt jouw redding. Er is opstanding en hoop en eeuwig leven. Door mij kom je tot de Vader. Dat waren hele grote dingen met een heel doelgericht denken. De fariseeën zeiden, hij geneest op de Sabbat. Hij mag vandaag niet genezen, de Sabbat. Dat is nou klein denken. Hoe haal je het, Jezus? In plaats van blij te zijn dat er iemand genezen wordt door de Heer. Jammer, die Sabbat. Jezus was groter in de kleine dingen. De fariseeën waren kleiner in de grote dingen. Jezus zorgde voor de details. Maar hij zei, ik doe mijn vaders wil. Ik doe mijn vaders wil. Sommigen zien allerlei kleinigheden. En dat vergroten ze. En de grote dingen zien ze niet meer. Oh, de koffie was weer lauw. Die was vorige week ook al lauw. Misschien ga ik wel een andere kerk zoeken. Klein denken. Neem je eigen thermoskan mee. En wees geplant in het huis. Of word deel van de oplossing, nog beter. Ga in het cateringteam. Dan zeg ik, ga je helpen. Mouwen opstropen, helpen. Ja. Soms zijn mensen zo bezig met een klein dingetje dat ze helemaal niet meer zien het grote wat God aan het doen is. Hier in ons midden, in jouw leven, in mijn leven, op je connectgroep. In de Klein Denken connectgroep zegt dit. We hadden nou net zo'n fijn groepje, hè? Vijf, dan is het nog intiem, hè? Dit is nog intiem. Nou komt er ineens eentje bij. Ik ken hem niet, ik weet niet wie dat is, nooit gezien. Die komt er dan bij. Nou, weg, veiligheid. Moet je weer helemaal overnieuw beginnen. Want die is net bekeerd. Ja, wij zijn diep. Maar nou moet ik ineens. Ken je niet naar de Alpha? Move. Dat is de kleindenkenkerk waar ik geen voorganger van wil zijn. We zijn er om mensen te redden, helpen, leiden, bemoedigen, weet ik veel. Jezus leren kennen. Waar was ik? Nummer 3. Doelgericht denken zegt we kunnen het. Kleindenken zegt altijd waarom we het niet kunnen. Er is geen geld, er is geen tijd. Laat ik je helpen, klein denken. We hebben allemaal 24 uur in een dag. Eens? Iemand hier boven natuurlijk? En hoe kan het nou dat sommige mensen hebben... Ik heb geen geld ervoor. Ik heb geen tijd voor de connectgroep. Ik heb geen tijd voor team. Ik ben druk. En andere mensen, ik kan je voorbeelden genoeg noemen die mij inspireren... Die op de een, ze vinden wel een manier. Groot denken. Als je nadenkt over jouw capaciteit. Groot denken, niet klein. Groot, laat je stem horen. En als je zegt, oké, het wordt drukker, ik kom meer en meer op mijn bordje. Dan ga je mensen betrekken om samen te doen. En je laat je stem horen. Je gaat anderen helpen. Om jou te helpen. Om Jezus te dienen. Groot denken en klein denken. Nummer 4, doelgericht denken neemt altijd verantwoordelijkheid. En klein denken is altijd met de wijzende vinger. Wijzende vinger is bijna altijd een teken. Neem maar van me aan, dat is een gouden tip. Wijzende vinger is bijna altijd klein denken. De fariseeën kwamen daar met die vrouw en die zeiden... Zij hebben overspel gepleegd. Staat de doodstraf op en ze hadden hun stenen al in hun handen. Om haar te gaan stenigen. En dan denk je, heb je dat wel eens gezien op zo'n film? Ik vind dat zo'n mooie scène. Zo'n Jezusfilm, waar dat dan, een Johannesfilm, waar dat wordt gefilmd. En die vrouw die zit er helemaal ineen gekrompen, ligt ze op de grond. Nou ja, de stenen gaan zo komen. Gruwelijke dood trouwens. En dus die van Jezus is klaar. En Jezus zegt, oké, wie zonder zonde is, werpen de eerste steen. En dan zie je dat die fariseeën, die staan daar met die stenen al klaar. En dan zie je dat zo mooi gefilmd. En dan de oudste fariseeën eerst, want die zijn het meest wijs. Die denken, hier komen we nooit doorheen. Door deze genade komen wij niet heen. Dit gaan wij niet winnen. Genade wint. Dus dan zie je ze, laten ze die stenen vallen. Boem, boem. En lopen ze weg. En dan zie je die jongere fariseeën. Is er niet nog een truc? Nee, er is geen truc, want mijn baas loopt net weg. En die laten hun stenen vallen. En dan druipen ze allemaal af. De geweldige kracht van de genade van Jezus.
En die vrouw die zit er. En Jezus zei, waar zijn ze gebleven? En ze kijkt om zich heen. Ze zijn allemaal weggegaan, Heer. En dan richt hij haar op en zegt hij, oké, volg mij vanaf nu. Dat is eigenlijk wat hij zegt als hij zegt, zondag niet meer. Volg mij. Verander je leven. Om mij te dienen. Maar er was geen veroordeling. Er was geen veroordeling. Jezus nam verantwoordelijkheid om op te richten. Fariseeën, wijzende vinger. Je kan je afvragen, ook, en hoe weten jullie nou zo goed dat zij overspel had gepleegd? Met wie van jullie was dat dan? Oh, sorry hoor. Dus, want ik weet zeker, één ding, die vrouw ging dat niet vertellen aan de Fariseeën. Nee, dus dat was een andere manier dat ze erachter kwam. Oké, dus dat. Nummer 5, ben ik bij 5? Ja. Doelgericht denken leidt als een voorbeeld. Een klein denker zoekt altijd voorbeelden. Je hebt invloed. Jezus was een groot voorbeeld. Het grote voorbeeld. Altijd. Een klein denker zoekt altijd zelf excuses. De Heer die roept jou en mij om je stem te gebruiken. Om een stem te zijn in deze maatschappij. Om een verschil te maken. Je hebt het al 1000 keer gehoord, maar het blijft waar. Je bent geen thermometer. Beetje koud, beetje warm, beetje moeilijk, beetje... Maar je bent de thermostaat. Jij gaat de sfeer bepalen. Je gaat meehelpen op je werk, op de school, of wat dan ook, op het schoolplein. Ik weet dat er heel veel kostbare gesprekjes zijn tussen die wachtende vaders en moeders op het schoolplein. Voor die momentjes even, aan langs de kant van de sportvelden. Je bent de thermostaat. Moet ik het goed zeggen, thermostaat. Nummer 6. Doelgericht denken neemt anderen mee en bouwt ze op. Klein denken sluit anderen uit. Weet je, jij en ik, we zijn geroepen om mensen mee te nemen. Jezus zei, maak discipelen, ga de wereld in, maak discipelen. Vertel hun al wat ik jou heb verteld. Help mensen met waar God jou mee geholpen heeft. Help mensen. En misschien is het een beetje confronterend om voor jezelf na te denken van, heb jij mensen op je lijstje? Heb je een lijstje mensen, een paar mensen of een heleboel? Waar je bewust in aan het investeren bent, aan het helpen bent. Het ouderwetse woord discipelen maken bent. Die waar jij ze verder helpt, waar jij ze bemoedigt, waar jij tijd voor ze neemt. Investeert ze, joh, ik snap je vraag, ik ben er ook geweest. Dit is wat mij geholpen heeft. Dit is wat God mij heeft geleerd. Zo kostbaar. En eigenlijk zouden we er allemaal een paar op ons lijstje moeten hebben staan. Als je eerlijk bent voor jezelf, je hebt niks aan mij te verantwoorden. Als je eerlijk bent voor jezelf, naar de Heer toe. Zeg, mijn lijstje is leeg als ik eerlijk ben. Ik heb helemaal geen... Ga bidden, zeg Heer, ik wil. God zegt, laat je stem horen. Laat je stem horen, laat je invloed groeien. Laat je stem. Mensen hebben jouw stem nodig. Mensen hebben jouw troost, jouw hulp, jouw richting, jouw hoop nodig. Amen. Anders kan je wel net zo goed gelijk van beam me up naar de hemel. Ja toch? Nee, we hebben nog een missie. We hebben nog een missie. Nummer 7, doelgericht denken gaat vooruit. Het is in beweging, in ontwikkeling. En klein denken zit altijd vast aan het verleden en biedt weerstand aan veranderingen. Als er iets verandert, dan is het klein denken altijd, hoezo? En ik wist niet, ze hebben mij niks gevraagd. Dat is heel klein denken. Echt, mag ik je helpen? Ze hebben mij niks gevraagd, ik ben niet betrokken. Wees voorzichtig, want het grenst aan klein denken. Misschien heeft iemand wel een fout gemaakt. Jou vergeten te bellen, vergeten te mailen. So what? En dan? Oh, toen werd het stil in de zaal. En dan, stap er overheen. Grootdenker zegt, hey, ik vergeet ook wel eens te bellen. Ik vergeet ook wel eens te mailen. Met z'n allen bouwen hetzelfde koninkrijk. Met z'n allen hebben hetzelfde doel. Ja, toch? Geen excuus om niet betrokken te zijn. Weet je, we gaan afronden. We gaan een nummer zingen. Kom maar vast naar voren, worshipteam. Ik wil je vragen om... Laat even gaan staan. Jouw stem is belangrijk. Jij hebt wat te vertellen. Je hebt een boodschap. Je hebt hoop. Je hebt liefde. Je hebt richting, een koers. Je kent de weg. Je kent de naam van de weg. En er zijn mensen die wachten op jou. Er zijn mensen die hebben je nodig. Er zijn mensen die zo verlangen naar jou. Is er een antwoord? Wil je dat ik er iets meer over vertel? Ja, misschien wel. Misschien wel. Vertel eens meer. We gaan bidden met elkaar dat God ons helpt om het kleine denken van ons af te schudden. En het denken van God te ontvangen. Daar waar de Heer spreekt. Daar waar, weet je, toen de Heilige Geest kwam in Handelingen, zag je ineens enorme vrijmoedigheid bij de christenen. Ze vertelden overal over wie God was. Het woord verspreidde zich over het hele gebied.
En we gaan zo even een momentje dat nummer zingen. En ik wil je vragen om even een moment bij de Heer te zijn. Laat de Heilige Geest werken. Nogmaals, er is geen veroordeling. Want er is een uitnodiging. Heer, zegen mijn stem. Zet het vrij, Heer. Geef vrijmoedigheid. Zullen we bidden? Laat even zingen. En dan gaan we zo een gebed bidden.